Het Atlasgebouw op het TU-terrein moet het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld worden. Daarom heeft de Europese Unie 3,5 miljoen subsidie gegeven. Het gebouw moet het voorbeeld worden op het gebied van duurzame renovatie. Een van de doelstellingen is dat er 80% minder CO2 zal worden uitgestoten. Ook komt er een Living Lab, waar studenten, onderzoekers en bedrijven samen innovaties ontwikkelen die dan meteen in het gebouw kunnen worden toegepast. Het Atlasgebouw is nu al erg duurzaam. Het won eerder een BREEAM Award, de Oscar onder duurzame gebouwen.